En wat ik anders het beste is, gewoon iets gaan rijden zoals je thuis aan het rijden bent. Mm-hmm. En dan daar spring ik er natuurlijk op in. Als jij denkt van, Johan, waarom moet ik dit of dat doen? Dat is jouw systeem niet logisch of dingen, vraag het dan natuurlijk. Hè? Want daar heb ik een heel duidelijke reden voor. Ja? Mm-hmm. Super, goed zo. Want wat je eigenlijk een beetje doet, Mariska, voor een verbeterpunt te noemen, is jij zet hem in die goede houding. Dan wil je dat hij doet. Op het moment dat jij door wil laten stretchen, komt hij wat terug. Goed zo. Mooi. En ik denk dat je ook wel voelt hier dat je ook gewoon in die takt veel mooier door blijft lopen, hè Mariska? Ja. Ja, goed zo. Mooi. Ja, daar. En dan je hand ontspannen. Mooi. Voel je wel, hè? Ja. Dan wordt hij lichter in de hand. Goed zo. Voor mij is dat dan iets na kunnen laten geven, dus gewoon iets in dat tempo waar je doet, iets na laten geven, dat hij soepeler wordt. Om hem van daaruit weer net iets meer die energie door dat soepele lijf te kunnen laten swingen. En dat, maar dat voel jij goed? 1, 2, 1, been, 1, iets, been, iets, been. Ja, goed zo. En weer terug. 2, 1, dat hij toch echt handig in die takt door de lijf blijft gaan. En niet dat dat echt op de plek is dat dat zo heel traag is. Nee, het is gewoon echt een ritme. Ja, dat zijn extreem verzameling, korte pas. Goed zo. Bam, 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 bam. Ja, goed zo. Mooi. En dan wat beter. Iets beter. Ja, voel je dat? Ja. Daar gaat hij nu weer bergop lopen. Kijk, dus hier weer. Ja, ontspan je hand. En ga zitten. Tik op je been. Bam, 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 bam. Ja, goed zo. Ja. Ik snap wat ik bedoel. Dus dat je dat gevoel hebt dat je echt zit. En dat voor je zit, voor je benen hebt. Ja. Ja, vond ik een heel mooi stukje. Goed gedaan. Toch? En een raar beest hoor. Ja, ja. Dus dat vlug houden is belangrijk, maar dat kan niet in het komen, denk ik. Ja. Maar ik vind vooral, hè, als ik dat zo, ik kan alleen maar zeggen wat ik hier zie natuurlijk, is van een stukje kleindraven, maar dat je wel een ritme houdt. En niet traag. Dat is een ballon. Ja. Dit. Goed zo. Mooi. Ja. Goed zo. Ontspan je hand. Niet hangen. Ja. Goed. Ja. Ontspan je hand. Ontspan je hand. Ja. Zo. Mooi, dan vang je weer een keer op. Maar een holte rond ons. Ja, dan maak je bijvoorbeeld iets kleiner, Mariska. Kijk, dan vang je misschien wel op je halve en hou niet goed. En dat is voor mij al goed aan het vanuit je zit. Buikspieren, en je ligt de deur en ontspan je hand. Ja, ontspan je hand. Bij hand. Bij hand. Ja, en weer opvangen. Dus ik vind het heel goed dat je hand ontspannen. Maar je zei het ook weer zo, als je hand ontspant, mag je niet naar voren lopen. Dat moet op die been. Dus je zegt je hand ontspannen en dan wat in. Ja, been. Ja, en weer oppakken. Goed zo. Twee benen. Twee benen. Stikken. Stikken. Ja, goed zo. Ik hoop dat je veel duidelijk voelt aan mij als ik zeg. Zo dat ik het doe. Gewoon heel fijn, klein, maar wel een beetje die alerte manier van inkomen mee. Dat is echt fijn. Goed zo. Ga maar naar buiten. Ja, ik ga je niet meer af, wijk maar naar buiten. Ja. Mooi. Hou ritme. Hou ritme. Naar boven. Inwissel, ritme, boven. Beetje schouder, vingerwaarts een beetje. Ja, weer wat ervoor, weer voor. Ja, terug, terug. Dit soort zaken. Dus ik heb die balans. En ik ga zomaar iets naar voren en ik hou weer terug en ik hou weer iets naar voren. En niet te veel van naar voren, naar voren, naar voren. Ja, precies. Want dan verlies je die balans. Ja. Niet te groot. Daar kan u wel, daar kan terug. Ik voel ook in de kont. Dat is iets rechtse stelling. Ja, goed zo. Linkerbenen achter en wat klein kunnen schakelen. Iets been, iets been. Ja, goed zo. Weer opvangen, goed gereden. Blijf maar even in die kont daar gaan opvangen. Ja. Iets been. Spring je bereik een voer en je houdt daar ritme. Besloten, naar boven. Ja, en ga opnieuw. Been, 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 been. Ja, goed zo. Dan begon kijken. Zo. Iets been. Goed zo. Houd je kont. Rijden, mee, 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 mee. En dan weer doen. Dat gevoel, en dan heb je ook het gevoel, kijk, dat je straks ook zei, dat je niet het gevoel hebt van raak me een beetje. Maar dat je voelt, ik zit in balans en ik kan er eigenlijk onderzetten aan mijn hand toe. Ja. En dat je daar gewoon handig naar ritme. Ja. 23 uur per dag mag ik het zwaar. Ja. 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 Ik kom er niet mee weg met de lucht.